Dan gaan we Griekse yoghurtsaus maken, want er is komende zondag bij het landhuisfeest. En dan heb ik die alvast klaar en morgen hebben we vergadering. Dus dan maak ik een voorraadje. En dan heb ik 16 knoflook. 16 knoflook en ik haal net als de vorige keer die groene dingetjes eruit. Nou, dan gaan we meten. 625 Bulgaarse yoghurt. Ik heb hier meetdingetjes. 625 milliliter. Ik doe gewoon een lekker voorraadje. Net vers gekocht. Niks mis mee. Die pot is al bijna weer rond. 625. Dan pak je lekker vers en dan zit 10% vet in, dus dat kun je wel even bewaren. Maar je moet het ook niet te dol maken. 625 yoghurt. 5 mayonaise. 1, 2, 3, 4. En dan doe je de knoflook erbij. Een gereedschap pakken. Hygiënisch werken. Haar in de knots. Zo. Dan doen we daar zout bij. Ja. En dit moet echt gewoon, moet je niet te veel uitschieten met de pepertoestand. Er moet veel meer zout bij. Dus dat is echt, je kunt beter wat vaker proeven dat je niet uitschiet. Alles andersom. Ik weet het niet hoor, mij mag er wat meer zout bij. Ik doe een ietsje beetje zout erbij. Ik weet niet te veel. Pas op, dat is. Griekse yoghurt saus. Ik hoop dat het smaakt. En dat het jullie inspireert om zelf bij een feestje zoiets heerlijks en verrukkelijks te maken.